Op voetjes van de grond, bovenlichaam omhoog komen en de bal tegen de trampoline. Goed voor mijn bilspieren en voor mijn rugspieren. Hop, hop. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV. Jullie gaan kijken naar nieuwe inspiratie op het gebied van gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Ik ga nog even door. Veel plezier. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kerngezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. Dit keer gaan we boksen. En hoe gaan we dat doen? Oefening 1, stap naar de zijkant, handen hoog, stoten recht naar voren, wissel, recht naar voren. Zijn we er klaar voor? Handen hoog, daar gaan we. Hou je handjes hoog, stoot recht naar voren. En als je denkt, dit kan ik wel, ga je een beetje harder stoten. Goed zo, kracht in die stoten. Handjes hoog. Al vol voor die laatste secondes. 4, 3, 2, 1. Oké, netjes. Goed gedaan. Ik wens jullie veel plezier en een fijne dag. In onze rubriek De Brievenbus zijn we op zoek naar jou. Want wil jij in Kerngezond TV komen? Stuur dan zelf een filmpje in van ongeveer een minuut over gezond bewegen, gezonde voeding of gezond gedrag. En als het leuk genoeg is, zenden wij het uit. Hoe gaaf is dat? Dus stuur je filmpje, doe dat dan wel per mail, info@wijzijnkerngezond.nl en natuurlijk niet via De Brievenbus. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag ben ik op een kantoor van Kerngezond. Kerngezond heeft een tekeningenactie georganiseerd voor eenzame ouderen. Kinderen hebben tekeningen gemaakt. Ouderen hebben het extra zwaar in deze tijd, want ze mogen bijna niemand ontvangen. Daarom is een mooie tekening een extra steuntje in de rug voor hen. Kijk wat er super veel mooie tekeningen zijn binnengekomen. Aan mij de eer om de vier namen van de mooiste tekeningen bekend te maken. En die krijgen deze prijs. De winnaars zijn Lars, Sen, Saar en Oriana. Van harte gefeliciteerd met jullie Kerngezond trofee. Deze komt snel naar jullie toe. Ik ga nu met Maurice deze tekeningen afgeven bij de ouderen in de zorginstelling. Kom Maurice, we gaan naar Heethuizen voor de eerste tekening. We zijn nu bij het eerste zorgcentrum. We gaan de eerste ouderen blij maken. Gaan jullie mee? Kijk eens wat een super mooie tekeningen de kinderen voor de bewoners hebben gemaakt. Wat een mooie kleuren. Dat is mooi gekleurd, zegt ja. Mieke. En dan namens iedereen die hier woont, willen we jullie hartelijk bedanken voor de mooie tekeningen. We zullen zorgen dat ze op hun plaats, komen en dat iedereen hiervan kan genieten, zegt Mieke. Huh? Ja. Nou. Tot ziens. Hoi. Hoi. Wij gaan nu naar de volgende. Kinderen hebben mooie tekening gemaakt voor ouderen. Heel erg leuk dat jullie ook aan ons denken en aan de ouderen hier. Ik zal het overhandigen en we hangen ze hier en daar op. Dankjewel. Wij gaan door naar de volgende. Later. Hallo allemaal. Welkom bij Nieuwe Smullen met Wesley. Vandaag ga ik voor jullie maken aardappelpannenkoekjes. En daarvoor heb ik nodig aardappels, een beetje bloem, een ei en wat peterselie. Als eerst beginnen we met het schillen van de aardappel.
En nu gaan we deze raspen in mijn mengkom. En dan ga ik mijn peterselie fijn hakken. Peterselie die voeg ik toe aan mijn geraspte aardappels. Daar komt bij 1 ei. En dan ga ik dan door elkaar mengen. En als laatste voeg ik daar mijn bloem aan toe. En ook dat meng ik mooi door mengsel. Ik heb een pan alvast voorverwarmd. Dan doe ik een beetje bakboter. En daarna doe ik met een kleine lepel de aardappelmassa in de pan. En duw ik deze een beetje plat. En na 3 minuten draaien we ze om. Zoals je ziet zijn pannenkoekjes mooi goudbruin. Dan kunnen we ze presenteren in het bord. Alsjeblieft, en eet smakelijk thuis. Ik ben Reven en ik zit in basisschool Antonius in Burgenham. Ik zit in groep 6. Ik ga nu een mop vertellen en smoltie fietsen. Een zebra is eigenlijk een paard die in het gevangenis heeft gezeten. Gezondheid. Lekker. Het lijkt wel of die bal steeds zwaarder wordt. Maar goed dat we aan het einde zijn van dit programma. Ik bedank jullie voor het kijken en wens jullie allen een kerngezonde week toe. Tot volgende week en ik zou zeggen, doei! Wow, ik stop ermee echt. Verschrikkelijk.